Dit is mijn 100.000 subscribers play button. Waar ik oprecht best wel veel waarde aan hecht. Want dit is natuurlijk mijn 100.000 subscribers mijlpaal in mijn leven. En de play button is nu nog helemaal leeg. Maar daar gaat verandering komen. Want ik ga namelijk 50 van de grootste YouTubers deze play button laten signeren. Dat betekent dat van elke YouTuber één handtekening erop komt. En terwijl ik onderweg ben, kan jij deze video even liken met je kleine teen. En spel je favoriete YouTuber letter voor letter in de comments. En uit onderzoek is gebleken dat meer dan 70% niet geabonneerd is op mijn YouTube kanaal. Oh joh, hier schrik ik oprecht eventjes van. Abonneer eventjes, want het is helemaal geen moeite en helemaal gratis. Yo! Yo man. Alles goed? Ja, alles lukken. Maar 50, ik zie er nog geen één. Jij bent de eerste. Serieus? Ja, ja, ik zou even heel graag het... Zoek maar een mooi plekje uit. Weet je wat? Ik ga wel mooi voor het hoekie. De eerste, let's go man. Zo, de leukste hand. Mocht je hem nou willen kopen, hij is nog... Ja, wat is dit? Nou, bedankt. De eerste is van Harm. Gaan we door naar de volgende. We zijn aangekomen bij nummer 2, Jordy Storm. Jawel. Jij mag een plekje uitzoeken. Ja, laten we deze doen. Ah, nummertje 2, lekker. Maar. Succes. We zijn al een heel eind. Goeiedag. Yo, mag je handtekening? Ja, is goed. Ja, kijk, nog maar 47 te gaan. Oh, ik ben thuis van de eerste dag en ik heb nog maar 3 handtekeningen. En ik heb gewoon 4 uur gereden. Oh. Ik moet er nog 47. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En vandaag gaan we heel veel YouTubers een handtekening laten zetten op mijn playbutton. En we zijn aangekomen bij het huis van Milan Knol. En Enzo woont hier vlak naast, maar die is helaas niet thuis. Maar Milan was goed wel. En voor de duidelijkheid, kom je ooit bij iemand zijn huis, blijf daar weg. En ga ook niet aanbellen en ga lekker oprotten. Want het is niet jouw huis en dit is gewoon privé. Hey, hondje. Oh, je bent thuis. Oh. Deze wordt niet zo vaak gebruikt volgens mij. Nee. Oh. Hoi. Hoi, mag je handtekening? Nee. Oké, nou dan gaan we weer. Nee. Ja, top. We hebben er 4. We gaan door naar de volgende. We staan momenteel in Utrecht en hier is dus het kantoor van de bank zitten. Dus die zit daar boven. Hey, ja, zijn jullie op het kantoor? Ja. Mag ik jullie handtekening alleen op mijn playbutton hebben? Nee, sorry, op mijn kantoor doen wij niks, man. Sorry, helaas. Ai, nee, snap het wel, snap het wel. Dat is niet erg, we gaan weer. We hebben het eindelijk gevonden, maar we zijn dus in Hilversum. We zijn bij het kantoor van JJ Boske en daar komt zometeen Jordy Warnes ook naartoe. Komen jullie nog naar boven? Hoe zit het? Oh, mogen we? Nou, dat is de gastvrijheid hier. Hoi, het leven wel, alles goed? Ja, lekker. JJ, prettig kennis te maken. Hoi, hoe is het? Alles goed? Hi, JJ. Hoi. Hallo. Nou, kom even binnen. Even kijken hoor. Zoek maar een mooi plekje. Ja. Kijk. Eindelijk een handtekening die er gewoon mooi en goed op staat. Wat toevallig. Oh, ja. Jullie. Oh, ik dacht dat jullie bij Jennis hadden uitgenodigd. We kennen mensen. Is voor jou. Cadeautje. Ik weet dat je serieus aan het sporten bent, alsjeblieft. En het belangrijke is wel, en dat ga ik er wel op zeggen, dit is allemaal volledig doping getest. Nou, ja, dankjewel. Nou, ik heb even ongegeneerd reclame gemaakt. Lekker. Succes ermee. We zijn aangekomen bij het Q-Music gebouw, maar we zijn dus een kwartier te laat. Maar Bram komt dus net aanrijden. Hey! Ja! Goh, we zijn op tijd. Of was hij gewoon... Zo! Hey! Alles goed? Ja, jongen, echt gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Hallo. Hoi. Timo. Tom, aangenaam. Hoi, Tom. Nou, gefeliciteerd. Dit gaat snel, ja, zo gaat het kwijt. Was hem. Hé, hey, nou, kom hier, ja. Jongen. Het is dus een klein beetje haast op dit moment, want Jordy, kwebbelkop, die moet zo meteen naar het vliegveld. En ik heb dus nu met zijn manager contact en hij heeft dus tijd voor 1 handtekening. Maar we hadden dus 14 minuten om daar te komen en het is precies 14 minuten rijden. Dus het wordt krap en ik hoop dat we Jordy ook nog kunnen scoren. Yo, staat aan? Yes. Ja, ja, het staat aan. Hey man. Alles goed, Timo? Ja, top man. Mag je handtekening op? Ja, ja, ik had het al gehoord. Van mij telt wel als 2, toch? Ja, dat is top. Kijk eens. Hoppa. Nou, hoplakee. Succes met de video. Ja. Nou, top. Gaan we naar de volgende. We zijn aangekomen bij het volgende adres. En dit is het huis van Shahid. En we hebben heel veel geluk, want Enzo is hier. Don is hier. Emiron is hier. En Luciano en de andere kinderen. Dus dat is helemaal top. Ik denk dat we hier wel 7 handtekeningen kunnen scoren op de playbutton. Kom aan. Mag ik je handtekening? Natuurlijk. Ja, dit is top. Lekker. En binnen zitten dus nog meer, maar die komen zo wel even tegen. Dus moeten we even, anders lopen we even om. Daar is het dom ook in de tuin. We hebben een handtekening zetten op de playbutton. Kom maar door. Nog gefeliciteerd. Dankjewel. Wanneer heb je het gehaald? Echt 1,5 jaar geleden of zo. Oh, toen al? Ja. Maar je dacht, ik ga nu gewoon... Bij iedereen langs. Nou, top. Alsjeblieft, thanks. Ja, wil jij ook eentje neerzetten? Ja, ik hoop dat ik deze ook binnenkort mag krijgen. Ja, je bent wel dichtbij.
Ja, kijk, top. Kunnen we er weer een afstrepen. Yo, is alles goed? Ja, met jou? Ja, lekker. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, nice. Iedereen feliciteert. Ja. Echt heel blij. Maar ik heb hem al echt... Ja, dat doe je toch, als je zoiets krijgt. Ja. Gefeliciteerd. Wil je handtekening erop zetten? Ja, als je een backflip doet. Oh man, dat heb ik echt heel lang niet. Nee, daarom. Maar okay. Hij kan het nog wel. Is goed genoeg. Kijk, weer eentje om af te strepen. Staat erop, in het midden, nou, bullseye. Gaan we naar de volgende. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en een nieuwe dag. We gaan weer influencers spotten. En ik ben hier op een locatie waar best wat influencers aanwezig moeten zijn. Onder andere, Jesse Heffels. Engelstalige YouTuber. Ik ga hem vragen om een handtekening. Zoek maar een mooi plekje uit op de playbutton dan, hè. Nou, ik weet niet, je maakt er heel boek van, of... Nou, dat is toch aardig. Yes! Weer één extra! En het schijnt dus dat Lars hier zo meteen ook naartoe komt. Dus dan kunnen we ook even mooi die van Lars Peterson bemachtigen. Ja, hallo! Ik doe wel even iets kleiner. Zo. Yes! Goed, hè? Staat erop? Lekker! Oh. Een Engelse YouTuber. Ik ga nog een keer kant op. Net daarin. We staan momenteel om de hoek bij de bioscoop en hier is zometeen een filmpremière. En waar een filmpremière is, zijn natuurlijk influencers en bekende mensen. Die heb ik nodig voor de handtekeningen. Dus we gaan even naar binnen op zoek naar bekende mensen. Mag ik het vragen? Ja hoor. Wil jij misschien je handtekening op mijn playbook zetten? Ja, dat is goed. Nou heeft hij ook nog altijd een mooi plekje. Kijk, hoor. Top. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja hoor, succes. Doe graag. Geen probleem. Oh ja, nee, ja, inderdaad. Ja. Kijk, top. Ja, dit gaat nou, goed. Hoppa. Dit gaat hard. We gaan naar boven en we gaan nog niet zoeken. Joehoe! We zijn nu bij het huis van Mees van Dam. En Mees moet hier dus ergens zijn. Kijk, daar heb je hem. Kun jij een handtekening op mijn playbook zetten? Ja, een tekening van mijn hand. Ja, hij moet niet te groot. Nee, dat hoeft dus niet. Kijk, yes, lekker. Op naar de volgende. We moeten natuurlijk onze handtekeningen wel verdienen, dus we hebben een challenge/opdracht gekregen. Je krijgt alleen een handtekening van ons? Ja. Als jij wint, erbij. Oké. Ik krijg gelijk 5 stuks. Oké, dan gaan we kijken, wie het snelst rondgaat. Gaan we zo doen, als je even bij kan winnen? Ik krijg even mijn 5 handtekeningen. Ja, doen we het voor. We leggen hem even weg. 3, 2, 1, go. Yes. Yes! Lekker! Nou jongen, je krijgt 5 handtekeningen komen. 5 in de pocket. Oh, dit... Yeah! Mooi! Dit is nummer 4. Dat is gewoon heel groot. Top! Ja. Zijn er toch weer 5 bij, dus kunnen we door naar de volgende. We zijn inmiddels in Bounce Valley en als het goed is moet Tim hier ergens ook zijn. Nee? Hé? Hey? Nee? Daar is hij! Zou je eventjes hier je handtekening neer willen zetten? Gewoon een krabbel? Ja, een krabbeltje. Alsjeblieft. Top, dankjewel. Is het weer tijd om naar de volgende te gaan? Ik zag dat Sam toevallig in de buurt was, dus ik had hem even uitgenodigd bij het Bounce Valley Park. Wil je handtekening zetten? Hallo. Zeker. Yes, weer eentje bij. We gaan door naar de volgende. We zijn onderweg naar het Mega Piratenfestijn. Want jawel, daar komt dus Gerard Joling naartoe. Die moet daar vanavond optreden. En wie zijn daar ook? Wij. We gaan even een feestje meepakken en de handtekening scoren voor op de playbutton. Gerard Joling is pas later op de avond. Maar we hebben ook Mart Hoogkamer hier gespot. En ik vind dat hij ook op mijn playbutton mag. Zou jij je handtekening hierop willen zetten? Tuurlijk. Kijk, top. Nog eentje. Dankjewel. Gaan we door naar de volgende. Ik snel moet vragen. Boys. Alles goed? Ja, met jou ook. Hebben jullie mooie dingen gekregen? Ja, en jij hebt een YouTube kanaal hoor ik. Ja, ja, wat superleuk. Wil je een handtekening opzetten? Zeker. Ja, kijk. Alsjeblieft. Nou, helemaal top. Succes man, hè. Hey, nou, camera in de auto en doorfeesten. Doei. Nou, ja. Top. Nou, wat top. Top, dankjewel. We zijn momenteel in Scheveningen, want ik zag dus bij Jesper van Glow Movies dat hij in Scheveningen is. Dus ik heb hem DM gestuurd en hij komt dus nu naar de pier toe. Mag je handtekening? Dat is mijn hand. Dan moet ik de tekening zetten. Ja. Yes! Oh. Alsjeblieft! Nou, dankjewel. Het is inmiddels 11 uur en ik wou me dus net klaarmaken om lekker te gaan slapen. Ik lag al in mijn bed en toen kreeg ik een berichtje van Bas. En Bas woont bij mij in Zwolle. Dus ik ben snel in de auto gestapt en nu zijn we, als het goed is, bij Bas. Ik heb alleen geen idee waar Bas is. Bas? We hebben hem eindelijk gevonden. Ja. Ik heb het best koud, man. Ja.
Oh. Yes! Goud, hè? Je ziet het! Goud! We zijn een paar dagen verder en we staan bij het huis van Vincent Visser. En als het goed is, komt hij zo meteen naar beneden om zijn handtekening te zetten. Lekker hoor! Ik had net een koffietje gezet. Oh, lekker. Zo, je hebt er wel echt serieus al echt veel. Ja, alsjeblieft, thanks, jongen. Dankjewel. We staan in een garage bij Sean Demmers. En die woont als het goed is hierboven. En het heeft even wat tijd gekost om de garage in te komen, maar we zijn er. Ja, het is een goede hoor. Ja. Ja, we stonden net al op verdieping 9 of zo. Oké, kom in. Wil je handtekening? Ja, natuurlijk. Nou, dat ging nog best lekker. Goed. Lekker. Nice. Stefan heeft eindelijk op mijn appje gereageerd. Dus we gaan op weg naar Stefan de Vries. We zijn er. En bij niemand minder dan Stefan de Vries. Die moet hier ergens wonen. Stefan, wil je een handtekening neerzetten? Nou. Ja, top. Het trio, hè? Dat is ook bij Sean en Bram. Hoppa. We hebben weer een stukje gereden. En we zijn dus bij een heel mooi trampolinepark. Cross Jumps. En ze hebben ook een heel mooi YouTube kanaal met z'n allen. Kijk. Yes. Sick, hè? We komen oprecht dicht bij het einde. We moeten nog maar een aantal handtekeningen. Alsjeblieft. En is deze challenge geslaagd. Dankjewel. We staan hier nu bij het voetbalveld, want we gaan de laatste handtekeningen scoren. Tenminste, dat hoop ik. Je moet zometeen namelijk Creator FC voetballen. En daar zitten best wel wat YouTubers in. Dus we hopen de laatste handtekeningen op de playbutton te kunnen scoren. Mag je handtekening op de playbutton? Ja, wel. Voor het hele YouTube kanaal. Ik heb deze. Dat is een poppetje. En dan zet ik hier altijd mijn rugnummer bij. Kijk, top. Snap je? Kijk, die is wel leuk. Nog maar 7, dus ik hoop dat we ze hier allemaal kunnen scoren. Ja. Komt die boom! De wedstrijd is voorbij. We hebben alle gevoetbald. We zijn helemaal kapot. Ja, even de buurtje. We moeten ook nog handtekeningen. Nog 4. Ik schrik me heel goed in blazen. Vuile bloedhond dat je bent. Zo. Kijk. Yes, we zijn compleet. Noah heeft dus ook Ponkers gehad. Ponkers, legendary. Laatst ben ik zelf. En dan hebben we er volgens mij 53. Dan hebben we het dus dik gehaald. Ja. Die gaan we op de middenstip doen. Serieus, we zijn met deze video maar liefst 3 maanden bezig geweest. Het heeft ons een hoop geld gekost. Dus ik hoop dat jullie hebben geabonneerd. Mijn eigen handtekening, dan hebben we het gehaald. Boom! Gehaald. Bedankt voor het kijken.